Hey, hoe zou jij jezelf aan mij omschrijven? Heb jij een goede eigenschap die echt kenmerkend is voor jou? En? Schiet je iets te binnen? Nog niet? Geef niet. Ik ga je helpen. Met kernkwadranten. Als je jezelf namelijk wilt ontwikkelen, is het handig om te weten waar jouw kwaliteiten en valkuilen liggen. Dat zijn je kernkwadranten. En daar ga ik jou nu alles over vertellen. Sterk in je werk. De videoserie waarin we samen werken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. Oké, een kernkwadrant. Het wordt gevormd door 4 onderdelen. Je kernkwaliteit, je valkuil, een uitdaging en een allergie. Laten we eerst eens dieper inzoomen op het eerste onderdeel. De kernkwaliteit. Een kernkwaliteit is een eigenschap die vanaf je geboorte er al uitspringt. Bijvoorbeeld creativiteit, eerlijk zijn of zorgzaamheid. Het zijn de kwaliteiten die jou maken tot wie je bent. Je herkent ze vaak omdat anderen je er complimentjes over geven. Heb je er al eentje in je hoofd? Mooi, dan gaan we door naar onderdeel 2. Het tweede onderdeel bestaat uit je valkuilen. Hoe reageer je bijvoorbeeld als je gestrest bent? En waar schiet je soms te ver in door? Kan je bijvoorbeeld kortaf, chaotisch of ongeduldig zijn? Een valkuil is een eigenschap die je nog verder kunt ontwikkelen. Het gedrag dat je liever net iets minder wilt doen. Onderdeel 3 van jouw kernkwadrant gaat over een uitdaging. Eigenlijk is dit precies het tegenovergestelde van je valkuil. Vraag jezelf af wat je kunt doen om niet meer in je valkuil te stappen. Bijvoorbeeld meer geordend zijn, geduldig blijven of nee durven zeggen. Zo kom je erachter wat jouw persoonlijke uitdaging is. Tot slot de allergie. Dit deel van je kernkwadrant gaat over het gedrag van anderen. Welke eigenschap vind jij echt irritant bij een ander? Oneerlijkheid, rommelig zijn of altijd alles maar volgens de regeltjes doen? Je zult merken dat jouw allergie het tegenovergestelde is van je kernkwaliteit. Zo, dit was het laatste onderdeel van jouw kernkwadrant. Een kernkwadrant zal je helpen om je sneller inzicht te geven, waardoor je jezelf beter kunt ontwikkelen. Nu weet je precies hoe je die van jou maakt. En nu je er toch bent, vergeet niet te abonneren op ons kanaal voor meer van dit soort video's. Doei!